We gaan even een little more conversation met Françoise. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, je bent van Family. Ja. En daar schrijf je F-E-M-L-Y. Ja, dat klopt. En dat is iets wat met mantelzorgers te maken heeft? Ja, en ook met familie. Hè? En familie? Ja, met Family, ja. Leg even uit, wat doen jullie en waarom is dat fijn in deze coronacrisis? Nou, wat we nu inzitten in zorgtehuizen, dat ouders echt, of ouderen echt helemaal in isolement zitten. Ja. Ze hebben geen contacten meer met kinderen en hun kleinkinderen. Nee, want niemand mag nog langskomen, dat is allemaal, nee. Allemaal verboden. Zo zielig. Ja. En wij kunnen nu als Family, kunnen wij gewoon zorgen dat ouderen met hun kinderen en kleinkinderen kunnen bellen en dat ze elkaar kunnen zien. De ouder hoeft niks te doen, die hoeft alleen maar voor de televisie te gaan zitten die wij als Family leveren. Oké. Okay. Dus er staat een heel groot inkomende oproep. En ze zien elkaar dan. Nou, het is echt zo mooi op het ogenblik. Ja, want er zijn natuurlijk wel dingen. Er zijn apps, Skype en Hangouts en weet ik het allemaal. Daar kan je elkaar bellen, videobellen. Zo doen veel bedrijven dat nu ook met thuiswerken. Maar het feit is natuurlijk gewoon dat de meeste ouderen, ik moet het even beleefd en niet onaardig zeggen, niet heel erg goed met technologie kunnen omgaan, toch? Nee, en dat is dus inderdaad het mooie van Family. Die ouderen hoeft ook niks te doen. Nee. Die hoeft geen knop in te drukken. Die hoeft niet te zeggen van ja, ik wil die bellen. Nee, hij hoeft alleen maar voor die televisie te zitten. En hij ziet zijn geliefde. Hoeft dus niks te doen. Wat een goede app. Ja, het is echt heel mooi, ja. Kortom, van onrust naar onbezorgd, lees ik op jullie site ook, family.nl. Dit is belangrijk in de coronacrisis, maar jullie doen nog meer, neem ik aan. Ja, we doen nog veel meer. Wij doen normaal gesproken dat we structuur geven aan mensen die structuur willen hebben. Foto's kunnen zien van hun geliefden die bijvoorbeeld in Australië zitten of in Thailand. Ja. Kunnen kinderen en kleinkinderen kunnen foto's uploaden van hé, oma, ik ben hier nu. Agenda vullen, zodat mensen echt structuur krijgen van de dag. En berichtjes ook, hè? Hallo mama, ik kom om 3 uur appels brengen, bijvoorbeeld. Françoise, stel je voor, er zit iemand nu te kijken of te luisteren naar Radio Corona en die denkt, dit klinkt fantastisch, dit is precies wat ik nu nodig heb om met opa te kunnen contact houden de komende maanden. Ja. Waar moeten we zijn? Jullie kunnen mij gewoon bellen, direct. Of een mailtje sturen naar info@family.nl. Ja. En we krijgen binnen een uur krijgen ze antwoord. Heel goed. Family, F-E-M-L, Griekse I. Ja, ja. Dan hoop ik dat jullie heel veel opdrachten in deze vorm ook binnen gaan krijgen de komende tijd. Ja, dat hoop ik ook, ja. Want het gaat echt, we werken met een heel klein team, maar keihard, om zo snel mogelijk, zelfs binnen een dag nog, de schermen bij de ouderen neer te zetten. Heel goed, Françoise. Ik wens jullie veel succes met het verbinden van de families in deze coronacrisis. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Fijne middag nog, Françoise. Ja, hetzelfde. Doeg. Doeg. Hey.